feestje in huis. Moed die is, heeft zelf een party service en leeft dus van feesten en partijen. Ik heb plezier in mijn werk. En normaal, als ik ervan opleef, natuurlijk, daar doe je het allemaal voor. Ja, je krijgt nou gewoon niks. En ja. Ondernemer Berend Jan Moed is nog steeds van slag. Hij liet een nieuwe loods bouwen en investeerde in zijn zaak om een coronaproef te krijgen. Ja, die heb ik nog maar net. Ik heb hem nog maar één keer gebruikt. Nou, ik zou zeggen een duur ding voor één keer gebruiken. Moed leeft van feesten en partijen. Hij catert aan huis en in de tuin. Rutte's toespraak viel hem ram op het dak. Nou, ik dacht 6 personen. En ik hoorde Rutte de hele tijd over achter de voordeur. Ik denk, nou ja, wij doen 9 van de 10 keer tuinfeesten. Of in een tent. Ik denk, dat komt wel goed. Ja, dan kijk je verder en dan zie je ineens staan van, geldt ook voor balkon en tuin. Ja, dan zijn er niet veel mogelijkheden meer natuurlijk voor ons. Tussen september was het al lekker druk en er zou nog wel meer bij komen. En toen kwam dit. En toen belde iedereen af. De getroffen ondernemer probeert er nu maar het beste van te maken. Hij blijft positief, ondanks de investeringen en een voorlopig lege agenda. Ja, discotheken zouden ook graag weer open gaan.